Komend weekend opent in Veenendaal Museum de nieuwe expositie Nostalgie en Lingerie, ondergoed van de bovenste plank. In dit interview vertelt Nathalie Kriek hier meer over. De expositie gaat natuurlijk over lingerie. Hoe zijn jullie ooit bij dit onderwerp terechtgekomen? Ja, dat komt omdat lingerie is natuurlijk een onderwerp, een heel breed onderwerp. We zoeken in Museum Veenendaal voor tijdelijke tentoonstellingen naar brede onderwerpen, waar heel veel publiek op afkomt. Maar er moet wel altijd een Veenendaalse link zijn. En in Veenendaal stond de voormalige wolfabriek de Hollandia Tricotage. Nou, daar werd ondergoed van de bovenste plank gemaakt. Dus ja, toen heette het in die tijd natuurlijk nog geen lingerie, het was ondergoed. En het is dus leuk om die ontwikkeling te laten zien van ondergoed naar lingerie. Uit welk jaar is het oudste stuk wat jullie tentoonstellen? Ja, dan moet ik even goed nadenken. Nou, dat is toch wel zo uit 1850. We tonen bijvoorbeeld ook ondermode van wat we betrokken hebben van een museum uit Echt, het Museum van de Vrouw. En ja, zij hebben ons bijvoorbeeld een Paris de queue hebben ze ons uitgeleend, oftewel in het Nederlands een Parijse queue. En dat, ja, dat is uit het jaar 1850. Wat is er zo bijzonder aan alle stukken die tentoongesteld worden? Nou, ik denk dat het leuk is om ja, zeg maar de lingerie te linken aan een Veenendaals aspect. Namelijk het tricotondergoed van de bovenste plank. Wat dus werd gemaakt in de Hollandia Tricotage. Ik denk dat die link heel bijzonder is. Kijk, kousen, dat was ook ondermode. Hier in de Hollandia Wol en Kousenfabriek, die zo rond 1978 is gesloten, werden wollen kousen gemaakt. Dat zie je dus ook hier op de foto. Dat is een historische foto. Tevens zie je op de foto dat er kousen worden gemaakt van nylon. En dat is dus ondermode. Nylonkousen, wollen kousen. En juist in de lingerie, in de setting van lingerie, werden die kousen die werden gedragen ja, om te zorgen dat ze dus niet afzakten van de benen, werden daar weer charretels voor ontworpen. Dus zo ja, zetten we het Veenendaalse aspect, de Hollandia Wol en Kousenfabriek en de Hollandia Tricotagefabriek, de voormalige wolfabrieken van Veenendaal, in een breder, breder perspectief, lingerie. Heeft u uit deze expositie zelf een favoriet stuk wat tentoongesteld staat? Ik heb meerdere favoriete stukken. Ik kan nooit kiezen. Maar er is wel een stuk wat we centraal hebben gezet. En dat is de rondbreimachine uit de Hollandia Tricotagefabriek. Die heeft jarenlang in ons externe depot gestaan, de ritmeester. En die is dus voor het eerst getransporteerd naar Museum Veenendaal toe. En dat is heel erg bijzonder. Dus bij deze is dat nu het favoriete stuk van mij. Ja.